favoriete boek is op dit moment, het is altijd maar tijdelijk, maar ik heb een prachtig boek gelezen van Nina Haravitsvili, een Georgische vrouw. En het boek gaat over 8 generaties, ja, eigenlijk vrouwen vooral, maar het speelt zich ook tegelijkertijd, speelt zich de geschiedenis af, Sovjet-Unie en ja, ook wel het laatste stuk loskomen daarvan. Ik vind dat heel boeiend. Georgië was voor mij eigenlijk heel erg onbekend en je wordt echt in het verhaal meegenomen in de geschiedenis. En dat vind ik mooi. En tegelijkertijd zo'n familie-epos. Dus die twee samengevoegd, hele dikke pil, iets van 1000 bladzijden, maar geen seconde verveeld.